Ik hoorde een flinke krachtterm kort na de finish. Ik zal hem niet herhalen. Ja. Maar ja, was dat even het moment van de... Wat komt er dan uit? Frustratie op dat moment. Ik merk gewoon dat ik echt heel goed was vandaag. En dat ik eigenlijk door pech dat toch niet heb kunnen laten zien, zeg maar, wat erin zat. Yeah. Ja, dan baal je. Ja, wilde je nou zeggen dat ik geen Nederlands kampioen word? Nee. Maar ja, uiteindelijk, degene die als eerste over de finish komt, die wint en die is Nederlands kampioen. Dus ja. Ja. Maar ja, ik merkte gewoon onderweg dat er wel echt wat in zat en dat er vooral op het einde gewoon nog wat op zat. Ja. Maar ja, dat kon ik gewoon niet laten zien, omdat je dan gewoon geen kracht hebt met een schoenplaatje te lossen. Hadden jullie rekening gehouden van tevoren met het scenario dat jullie met z'n tweeën zo lang voorop zouden komen? Nee, niet per se. Eerlijk gezegd, ja, ik wist in ieder geval dat Lars goed ging zijn natuurlijk. Ja. En zelf had ik hier ook naartoe gewerkt. Dus voor ons was het gewoon een mooi scenario. Op een gegeven moment reden we zelfs met drie van de ploeg. Ja. Dan hadden we een gaatje. Nou, dat was helemaal mooi. Ja, toen was het gewoon... Verrast het je hoe dicht je bij Lars zat? Ja en nee, want wat ik al zei, ik heb hier echt heel hard naartoe gewerkt deze periode. Ik wist gewoon dat ik hier goed ging zijn. Normaal dan start ik vanaf rij 3 of rij 4. Ja, dat is toch wat anders dan wanneer je vanaf rij 1 start en je gewoon een goed kopstart had ik dan meteen mee bent. Kan je deze vorm meetrekken tot aan het WK of ga je eventjes even wat rust nemen en dan weer opbouwen? Nu gaan we gewoon door tot het WK. Ja, welke wedstrijden rij je nog? Ben je niet door, ben best wel zon. Dankjewel.